Ik wilde heel kort iets tegen u zeggen, eigenlijk maar twee dingetjes. We hebben geen ondernemersprijs dit jaar, dus de winkeliers van Adegeest kunnen zich nog een jaar lang koesteren in ondernemer van het jaar. Zeg maar twee voor de prijs van één. Maar volgend jaar moeten ze hem echt inleveren. Twee dingetjes, 2018 en 2019. En daarna komt de wethouder Manning Mol voor het serieuze verhaal. Even terugkijken 2018. Als ondernemersvereniging weer veel gedaan, vonden wij tenminste. Ik weet niet wat u vond. 12 bijeenkomsten, een barbecue, een sloepentocht, een lijsttrekkersdebat. Kortom, we hebben weer veel gedaan en u weet waar we voor zijn. Dat is een stukje belangenbehartiging, dat is een stukje netwerk en dat is de microfoon die uitvalt. Kennis en thema's onder elkaar bespreken. Nou, dat hebben we ook in 2018 gedaan. En wat we ook geconstateerd hebben, misschien dat Manning daar zo meteen nog op in zal gaan, is dat we onze economische agenda, die wij vorig jaar hebben gemaakt met alle andere ondernemersclubs. Daar gaat hij weer. Enfin, dat was 2018. Dan gaan we even vooruitkijken naar 2019. Wat mij opvalt, 2019 lees je en hoor je veel, ook van ondernemers, we krijgen misschien wel een terugval. We krijgen misschien wel een recessie. En dat is toch wel interessant als je erover nadenkt, want wat zijn de feiten? De feiten zijn dat de Nederlandse bank de groeiraming voor dit jaar heeft verlaagd van 2,1% naar 1,8% economische groei. We hadden een werkloosheid hebben van 3,5%, een overheidsbegroting met een overschot en een staatsschuld die nog nooit zo laag is geweest. En de huizenprijzen die wat minder hard stijgen. Jongens, nou als dat de problemen zijn in Nederland, hè, dat is alleen maar goed voor de starters zeg ik dan, dan moeten we echt niet bang zijn. Want één ding staat bovenaan, ook voor ons in 2019 hebben we nog steeds heel veel handen en hoofden nodig. En zijn er nog steeds heel veel kansen voor ondernemers. En die moeten we gewoon gaan pakken. Ook in 2019. Twee dingen waar ik even bij stil wil staan voor komend jaar. Eén, waar we ons zorgen over maken. En twee, waar we graag aan mee willen gaan helpen. En waar we ons zorgen over maken, en ik hoop eigenlijk dat Manning daar misschien ook nog even op ingaat, is wel de bereikbaarheid. Jullie hebben allemaal gelezen dat de A4 bij Zoeterwoude in de top 5 van de fileproblematiek stond. Dat de N44 met stip stijgt. Dat de Mall of the Netherlands binnenkort over een tijdje opengaat en verwacht wordt 14 miljoen bezoekers te trekken, waarvan er ongetwijfeld een paar via Voorschoten gaan, heen of terug. En dat in 2019 de provincie de aanbesteding voor de reconstructie van het Lammenschansplein in de markt gaat zetten. En waar wij in het kader van onze rol belangenbehartiger namens jullie echt op bovenop willen zitten, zowel lokaal, regionaal als provinciaal, dat daar waar we er iets aan kunnen doen, en dat is met name bij die reconstructie van het Lammenschansplein, die een aantal jaren voor flinke overlast gaat zorgen, dat we er echt bovenop zitten, dat in die aanbesteding waarborgen worden opgenomen voor de doorstroming tijdens de bouw. En die waarborgen moeten in de aanbesteding afgesproken worden met het consortium, met boetebepalingen, desnoods met extra maatregelen, met punten in de gunning van de aanbesteding, en desnoods een stukje van de meevaller op de aanbesteding uit de tunnel die we daarvoor inzetten om te zorgen dat het niet hartstikke vast komt te staan bij het op- en afrit van de snelweg daar bij Leiden. En daar hebben wij niet alleen last van, daar heeft ook Leiden last van, daar heeft de hele regio last van. En wij willen ons er hard voor maken bij ons lokale bestuur, in de regio, met de Leidse koepel, met VNO-NCW, met Leiden, met de provincie, dat dat goed wordt vormgegeven. Op het moment dat die aanbesteding in de markt wordt gezet, kan je er ook helemaal niks meer aan doen. Dan is het klaar, dan gaat het op de schop, dan kunnen we niks meer afspreken en regelen, dan kunnen we hoogspringen, laagspringen, dan moet het verzekerd zijn. En dat is voor ons echt een hard punt voor deze hele regio, want anders slibberen we totaal dicht.
Dus dat is iets wat we jullie beloven, dat we namens de ondernemers voor jullie belang, in termen van belangbehartiging, ons hart zullen maken en echt bovenop zullen zitten op al die verschillende niveaus. Een tweede punt waar we dan aan mee willen werken volgend jaar, is ook wel een actueel punt en dat is duurzaamheid. Jullie hebben allemaal gezien dat vorige maand het klimaatakkoord is verschenen. Heeft iemand gelezen dat klimaatakkoord? Het is niet doorheen te komen trouwens, ik kan het jullie ook niet aanraden. Echt vreselijk. Ik hoop dat er nog een populaire versie verschijnt. Een groot debat hebben jullie ongetwijfeld allemaal gevolgd over de vraag of al die maatregelen wel in verhouding staan, met name de kosten van die maatregelen, tot het effect op de CO2-uitstoot. Wat kunnen wij in Nederland nou bereiken met zoveel miljard in termen van vermindering van die uitstoot als we kijken naar wat in China gebeurt? En dat is natuurlijk een debat wat terecht gaat over kosten en baat. Maar ik denk dat we het toch breder moeten zien. Want het gaat over de wijze waarop wij met natuurlijke hulpstoffen van deze aarde, ook wel genaamd ruimteschipaarde, omgaan. En dan twee kleine feitjes. Europeanen verbruiken 48 kilo per dag aan natuurlijke rijkdommen. Dat komt niet meer terug. Afrikanen is dat ongeveer 10 kilo. En tweede, wij produceren wereldwijd met z'n allen 42 miljoen ton elektronisch afval. 42 miljoen ton elektronisch afval elk jaar. En daarvan wordt misschien een zesde gerecycled. En wij willen dan ook onze ondernemers oproepen en activeren om hun kennis, ik ga gewoon schreeuwen, om hun kennis met ons in te zetten en te helpen, ook de gemeente te helpen, om hele concrete stapjes te zetten op een praktische manier, op een betaalbare manier, om ook te zorgen dat we in Voorschoten ons steentje gaan bijdragen aan een betere verdeling van die rijkdom van de aarde en het beter benutten van dat wat die aarde, die ene bol, ons te bieden heeft. Dat is misschien even een hele serieuze ondertoon. En dat staat los, wat mij betreft, van de vraag of alle maatregelen in het klimaatakkoord nou wel of niet moeten. Wat het effect is op de CO2-uitstoot. Wij hebben met elkaar ons als gast te gedragen op deze aarde. Wij hebben daar met elkaar ook heel veel kennis van in huis die we kunnen gebruiken. En wij willen dit jaar, net zoals we vorig jaar zorgondernemers bij elkaar hebben gezet, ons best doen om ondernemers met kennis en ervaring van duurzaamheid, beter omgaan met energie, met grondstoffen, om die bij elkaar te halen en te kijken of we met die gezamenlijke kennis met elkaar onze bedrijven kunnen verduurzamen en die gemeente een hapje, een klein beetje kunnen helpen in die ambitie die zij met elkaar geformuleerd hebben. Nou, dat is ons voornemen. Dat is wat we willen doen. Naast, zeg maar, wat we altijd doen, namelijk die barbecue en die sloepentocht, om jullie gewoon een netwerk te bieden om te kakelen, makelen en schakelen. Dat is wat we doen naast belangenbehartiging richting de gemeente en andere overheid als het gaat over bereikbaarheid. En dat is wat we willen doen met het bundelen van onze gezamenlijke kennis en ervaring om elkaar verder te helpen op dat punt van verduurzaming. Nou, met wat hoort en stoot is daarmee de boodschap hopelijk toch wel een beetje overgekomen. Jullie kijken ook allemaal gelijk wat somber, dat is helemaal niet nodig. Dit was alleen maar het voorafje. Ik geef nu deze microfoon en hoop dat hij het blijft doen aan het hoofdgerecht, wethouder Nanny Mol van Economische Zaken. Dank u wel. En maak het een mooie uit. Ik was hier vanmiddag al eventjes en zei bij de receptie, mijn naam is de Vries en ik kom de microfoons leveren. Maar dat is een beetje verkeerd uitgepakt. Dames en heren, jullie hebben voor uitzonderlijk goed nieuws voor ons gezorgd. Van 2013 tot afgelopen jaar hebben jullie ervoor gezorgd dat het aantal bedrijven in Voorschoten toenam met 450 vestigingen. Dat is hartstikke mooi. En daarmee kan ik mij ook aansluiten bij woorden die uw voorzitter eerder had gesproken over dreigende berichten over de krimp. Het gaat in Voorschoten hartstikke goed. Daar heeft u voor gezorgd. En toch hebben we een grote uitdaging. Voorschoten dreigt toch een frozen town te worden. Een bevroren dorp.
Dat betekent, als we niks doen, als we niet investeren in ons dorp en als we niet zorgen voor ruimte en voor beweging, dan komt het wel allemaal tot stilstand. En wij hebben drie grote uitdagingen in ons dorp. Dat is, hoe gaan we om met de vergrijzing? Een heel groot deel van ons dorp wordt ouder, moeten we goed ondersteunen, moeten we zorgen voor goede ondersteuning in de wijk. En gelukkig heeft u een heel erg sterk zorgnetwerk opgericht om ons daarbij te helpen. Tweede grote uitdaging is, hoe houden we ons dorp aantrekkelijk voor de volgende generatie? Voor volgende bewonersgroepen? Zorgen voor doorstroming op de woningmarkt? En voor voldoende woningen voor onze jongeren? En het derde is, hoe houden we ons dorp aantrekkelijk voor bedrijvigheid? En trekken we ook voldoende bedrijvigheid aan, zodat we hier werkgelegenheid houden? Dames en heren, wij zijn als gemeentebestuur uitzonderlijk trots op jullie. In uw ondernemen werkt u altijd heel hard aan het hebben van ambitie en van focus. Niet als een kip zonder kop rondrennen en niet investeren in luchtkastelen, maar een nuchtere visie, maar je mag wel de lat hoog leggen. In de nieuwe coalitie die we hebben in Voorschoten sinds afgelopen zomer proberen we dat ook zoveel mogelijk uit te dragen. Ons nieuwe coalitieakkoord is buitengewoon ambitieus, de lat ligt hoog. Maar we weten dat als we dat niet doen, met dit dorp toch een beetje achteruit kachelt. We moeten in ons dorp investeren. Wat zijn onze ambities? We willen veel meer ruimte en veel meer zuurstof voor de bedrijvigheid, meer ruimte voor economie. We hebben vrijwel integraal de economische visie uit uw ondernemersvereniging overgenomen. We gaan voor duurzaamheid, voor meer investeren in duurzaamheid en voor meer met energiebesparing. En daar sluit u zich ook, dat was het mooi, Frank, dat je daar zo hartelijk bij aansloot. We gaan woningen bouwen voor starters en voor senioren. Zodat voor iedereen die nu in een woning nog in het middensegment woont en graag kleiner wil wonen en uit het huis wil waar hij zijn kinderen heeft grootgebracht, dat we voor hem geschikte woningen bouwen of voor haar. Zodat er ruimte komt in het middensegment en we willen ook die starters op de woningmarkt veel meer ruimte bieden. Zodat er ook voor uw kinderen een plek is in dit dorp. Want dat wilden we allemaal, een dorp voor alle generaties en voor alle portemonnees. En ik heb goed nieuws, binnenkort gaan wij ook aan de slag met de nieuwe woonvisie. Marcel Kramwinkel, de verantwoordelijk wethouder, staat daar. Die is daar druk mee bezig. We gaan natuurlijk ook voor het behoud van onze voorzieningen, maar dan wel op een slimme en verstandige manier. Door ze een beetje creatief te combineren. We zijn op dit moment druk bezig met het zoeken van een combinatie voor het cultureel centrum in de bibliotheek. We zijn ervoor aan het kijken naar het huidige plan dat de bibliotheek heeft ingeleverd. Op die plek kijken of we een aantal functies kunnen uitbreiden. En we gaan natuurlijk voor de financiën op orde. Vorig jaar stond een keer, toen hadden we net de begroting bij de provincie ingeleverd. En hadden we het goede nieuws voor u dat het financieel toezicht op Voorschoten was opgeheven. Vrij recent hebben wij gewerkt aan de nota schuldbeheersing. Namelijk, hoe zorgen we er in Voorschoten voor dat we en op een hele stabiele manier onze schulden afbouwen. Maar ook een beetje ruimte houden voor investeren. Want het is natuurlijk echt heel gek als we langjarig zouden zeggen, we gaan helemaal niks meer doen, we doen alles aan schulden afbouwen. We moeten een beetje ruimte houden om te pompen in dit dorp. Die hebben we ook naar de provincie gestuurd en volgens mij hebben we vandaag een uitslag gekregen. Marcel, wat is de uitslag? Positief. Nou, de provincie heeft ook die nota goedgekeurd. En wat er nog mooier bericht is, is dat de commissaris van de koningin, van de koning ons huiswerk heeft gewaardeerd over het afgelopen jaar en heeft gezegd, Voorschoten krijgt weer een kroon benoemde burgemeester. U mag wat ons betreft voorlopig zelfstandig blijven. Dat is voor ons een heel goed bericht. Dat Voorschoten zelfstandig moet blijven, dat is... Kijk, ik hoor al de nachtburgemeester, heel goed, daar hebben we volgens mij meer van vanavond. Maar ik wil graag nog één ding hierover zeggen. Dat wij als Voorschoten zelfstandig kunnen blijven, dat is niet uit sentiment. Of uit het historisch iets dat we daar graag willen. Dat is hartstikke belangrijk. Wij willen namelijk ijverig hier houden op de groei. Tot 2040 kent deze hele regio nog een groei van 10%. Qua bewoners, qua bedrijvigheid, qua verkeer. Dat betekent dat het hier heel erg druk gaat worden. Dat betekent dat we op een vrij kleine oppervlakte in dit deel van de Randstad die ruimte een beetje slim met elkaar moeten verdelen. En niet alleen Voorschoten denkt na over woningbouw en meer bedrijvigheid en beter bewegen. Dat doen we in het hele gebied. Wat wij willen is dat we zelf een beetje regie houden op die huisbouw. Dus dat we ook zelf bepalen waar de huizen komen. Voor welke doelgroep en op de plekken waar we ook kunnen inbreiden, zodat we groen kunnen houden wat groen is. En dat ons bedrijventerrein ook gewoon bedrijventerrein blijft. Dat we ruimte houden voor bedrijvigheid en nergens anders aan opofferen. Wij kunnen ons daarbij ook helemaal aansluiten bij de oproep van de ondernemersvereniging en we hebben daarin de afgelopen tijd ook al samen opgetrokken. Dat we ook een sterk en goed lokaal aanbod hebben.
Ik ga gewoon door. Ben ik verstaanbaar? Ja. Mooi. Dat we ook een sterk en goed lokaal aanbod aan winkels houden. Zodat onze mensen ook in het eigen dorp kunnen blijven winkelen. En dat we ook in de eigen wijk activiteiten houden. En dat we de belangen van Voorschoten in de regio kunnen blijven verdedigen. Want we hebben gezegd dat we willen samenwerken in de Leidse regio. Maar samenwerken is niet meewaaien, maar mee bepalen. En daar komt ook dat dossier van die bereikbaarheid op de hoek kijken. En gelukkig is er vanavond ook wethouder Monique Lamers, de wethouder van verkeer. Volgens mij kunnen wij volledig aansluiten bij de doelstellingen die de voorzitter heeft gedaan over die bereikbaarheid. En daar gaan we ons ook snoeihard voor inzetten. Wat heeft het voor zin om een tunnel te bouwen als we tijdens de aanleg al het hele verkeer in de hele regio platleggen? Daar hebben we uw ondernemersvereniging ook bij nodig, want de ondernemersverenigingen in Leiden hebben exact hetzelfde gezegd. Dus we moeten ook met elkaar de ondernemersvereniging in de regio en ook de gemeentebesturen hierin krachtig optrekken. Ik wil ook een eerlijk verhaal houden. Namelijk, als we gaan voor de zelfstandigheid van Voorschoten, dan weet ik niet of ik een garantie voor de volgende 40 jaar kan geven. Maar we hebben het afgelopen jaar wel gezien dat er maar één garantie is voor een zelfstandig Voorschoten. En dat is de boel op orde brengen. Financieel, je zaak op orde hebben en ervoor zorgen dat je niet alleen voor de lusten gaat, maar ook voor de lasten. En dat je in de regio zegt, Voorschoten is er in voor- en tegenspoed. En doet niet als de buik binnen heeft de deur weer dicht. Daar gaan wij ook voor. En daardoor wordt er ook weer naar ons geluisterd en kunnen we als zelfstandige gemeente daar goed mee. Niet alleen voor ons eigen dorp moeten we kijken of we iets hebben aan de regionale samenwerking. We moeten ook profiteren van de economische groei. Binnen Economie 71 werken wij nu krachtig samen aan één grote bedrijfsterreinstrategie om de ruimte voor alle bedrijvigheid in deze hele regio goed te verdelen. Is dat belangrijk? Ja. Want die enorme vraag naar woningen, die hebben alle colleges in dit gebied. En we zijn maar wat al te graag bereid vierkante meter bedrijfsterreinen op te offeren voor woningbouw. Dat moeten wij dus niet laten gebeuren. We moeten werk in dit gebied houden. Zoals uw eigen voorzitter eerder heeft gezegd, elke baan die we hier kwijt zijn is een extra auto in de file. We moeten er een beetje voor zorgen dat we dat in dit gebied houden. We werken niet alleen aan de bedrijfsterreinstrategie, gelukkig werken we ook aan voldoende banen. Een stevige nieuwe arbeidsmarktstrategie komt eraan. Binnen Economie 71, samen met de mbo's en de hbo's, gaan we met de ondernemersverenigingen werken aan hoe gaan we ervoor zorgen dat als mensen van school komen, dat ze ook de juiste onderwijs hebben om goed aansluit te vinden bij een baan in het bedrijf. Of mensen die nu in een uitkering zitten, hoe gaan we ervoor zorgen dat zij weer via scholing klaar worden voor de arbeidsmarkt. Want volgens mij hebben we allemaal verschrikkelijk veel vraag naar werk. Werk in de zorg, werk in de techniek, werk in transport. Volgens mij kunnen daar nog twee krachten heel goed op elkaar komen. Dan zijn we druk bezig met de marketing van Voorschoten. Een goed verhaal, dat doen we samen met de marketingstichting Voorschoten en Wassenaar. Daar zijn vanavond ook hier enkele leden van aanwezig, waaronder de nachtburgemeester van Voorstraat. En die is daar volgens mij buitengewoon actief mee bezig en daar maken wij in het hele gebied lekker mee aan. We hebben een paar uitdagingen nog. Dat is het punt over de vergrijzing. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen? Of hier in het dorp, maar we zijn verschrikkelijk blij met het zorgnetwerk van Reza Farsi onder zijn leiding. Hij is lid van de ondernemersvereniging van het ondernemersbestuur en zij dat buitengewoon actief aan het opzetten. En verder natuurlijk de energietransitie, waar Frank ook al een oproep tot deed. Meer ruimte, meer zuurstof, daar heeft u allemaal behoefte aan, daar hebben wij ook behoefte aan, maar wel innovatief en een beetje duurzaam. En samen met u blijven optrekken. Eventjes kijken. U heeft het goede voorbeeld laten zien. Investeren in Voorschoten loont. Het gaat lekker op de Dobbewijk. Het gaat goed in het centrum. De winkeliers en de taskforce trekken daar goed op. En ik hoop dat we komend half jaar aan de slag kunnen met het uitvoeren van onze centrummaatregelen. Zodat we die bezoekers van het centrum daar ook wat langer houden. En ze wat meer kunnen gaan genieten van al het aanbod dat we daar hebben. Zodat we ook dit centrum goed concurrentiebestendig houden. En goed kunnen optrekken in de hele stad. Tegen het stevige aanbod wat er vanuit Leidse Hagen gaat komen. En we hebben natuurlijk meer gebieden in Voorschoten waar we ontzettend trots op zijn. De Beethovenlaan, ze zijn al genoemd en ze zijn er vanavond ook. In Hofland draait het hartstikke lekker. En natuurlijk het netwerk van de zorgondernemers. Er zijn een paar dingen die ik nog wil noemen. We hebben vanavond aanwezig Monique Lamers. Zij is niet alleen de wethouder van verkeer, zij is ook de wethouder voor duurzaamheid en over de inrichting van de openbare ruimte. Dus als u stilstaat in het verkeer, als u stilstaat met uw bedrijf, dan mogen we bij mij langskomen. Als u stilstaat in het verkeer, meld u zich vanavond. Ja, ja. Ik heb een mobiel bij me. Ik heb een mobiel
Marcel Kramwinkel, onze derde wethouder. Hij is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en trekt de kar over wat gaan we in dit dorp op welke plek voor wie doen. Waar gaan we woningen bouwen? Waar gaan we ervoor zorgen dat we slimme voorzieningen realiseren? En hoe zorgen we ervoor dat we een beetje armslag houden voor die bedrijvigheid? Hij is ook verantwoordelijk voor de financiën. En hij is ook verantwoordelijk voor de woningbouw. Dan gaan we met u werken aan een nieuwe economische agenda. U heeft al een goede voorzet gedaan en daar gaan wij het komend jaar mee aan de slag. Wie wij vanavond ook aanwezig hebben, is wij blijven werken aan de dienstverlening vanuit het gemeentehuis. Als u belt moet er worden opgenomen, als u een brief schrijft moet u een reactie krijgen. En we willen de termijnen voor de vergunningen en support mogelijk houden. We hebben daar nog een enorme ambitie. Want we hebben met elkaar gezegd, we gaan als Voorschoten bewegen naar de Leidse regio. Met onze taak. We gaan ervoor zorgen dat we het in één regio gaan onderbrengen. En tegelijkertijd willen we wel voor zorgen dat de tent goed draait. Dus we zijn een boot die naar olie moet worden en keren tegelijkertijd. Maar we gaan het zo goed mogelijk doen en we hebben een aantal prachtige slagen al gemaakt. We hebben bij ons in huis een team economische zaken. Met mensen die uw belangen in het gemeentehuis vertegenwoordigen en die voor u bereikbaar zijn. We hebben daarvoor Arjenne Vlietstra voor het gebied van horeca, toerisme en recreatie. Martin Kok voor de detailhandel en Roy van Kooten voor de bedrijfsterreinen. Er is vanavond een flyer. Die wordt zometeen verspreid op alle tafels. Daar staan hun namen, hun mailadressen en hun 06-nummers. Dus u kunt ze mailen en u kunt ze gewoon bellen. U hoeft daarvoor niet 1471 te bellen. We hebben vanavond ook aanwezig Nastasja Didden. Nastasja, waar ben je? Nastasja is onze nieuwe accountmanager van het werkgeverservicepunt. Als u nieuwe mensen zoekt voor in uw bedrijf, wij hebben mensen die werk zoeken. Die afstand op de arbeidsmarkt hebben, netwerkloos zijn en die heel graag weer aan de slag willen. En zij gaat heel graag bij u langs om te kijken of er een plekje bij uw bedrijf is. En daar staat vaak ook een stukje subsidie tegenover. Dus er is vaak sprake van een win-win situatie. Trek haar even aan haar jasje, ze staat hier en ze is er nog de hele avond. Dan wil ik tenslotte uw bestuur nog bedanken. Het bestuur heeft een fantastisch kerstgala georganiseerd voor de feestdagen. Daardoor ging volgens mij heel ondernemend Voorschoten met vrij soepele heupen de kerstdagen in. Maar we moeten ook met hele soepele heupen dit jaar doorkomen. Lekker ondernemen, schouders zetten om het bedrijf. Dat gaan wij doen, ook op het gemeentehuis. Wij gaan er heel hard aan werken om het voor u zo goed mogelijk op te leveren. Als er dingen zijn, vertel het ons, dan gaan we daarmee aan de slag. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Ik heb de speech een beetje ingekort. U heeft de hoogtepunten gehad. Borrel lekker, netwerk lekker verder. En ik hoop allemaal tegen te komen. Dank u wel.